Sportinstituut voor G-sporters. Record aantal deelnemers tennistoernooi TC Rode. Het is vandaag 17 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. De stichting Kiestechniek hield zaterdag weer de jaarlijkse bedrijvendag Kiestechniek onder het motto Techniek is cool. De bedrijvendag vond plaats bij 3 gasbedrijven. Al jaren zet de stichting Kiestechniek zich in om de technische beroepen en opleidingen in de regio voor het voetlicht te brengen. Zaterdag presenteerde een groot aantal bedrijven zich weer aan de regionale basisschooljeugd. Niet alleen met informatie, de kinderen konden ook allerlei technische opdrachten doen. Rudy Verhagen wil een topsportcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Venray starten. Hij wil een zo professioneel mogelijke omgeving creëren voor G-sporters. Rudy Verhagen heeft al jaren ervaring met G-sporters door het organiseren van G-judo vanuit zijn sportinstituut. Hij liep vaker tegen problemen aan en merkte dat de organisatie voor G-sporters lang niet zo professioneel ingericht is als de organisatie voor valide en minder valide sporters. Daarom wil Rudy Verhagen nu een topsportcentrum voor G-sporters oprichten. En hij heeft al een locatie op het oog. Nou, het zou fantastisch zijn als we dat op Sint-Anne-terrein mogen doen. De GGZ heeft gezegd van, nou, het zou voor ons ook fantastisch zijn. De gemeente zegt, ja, het zou voor ons ook fantastisch zijn. Dat is de locatie. Nou, wij vinden het ook fantastisch. Dus het zou daar eigenlijk het mooiste kunnen zijn hier. In totaal worden 9 appartementen ingericht. En dat niet alleen voor sporters uit de regio. We gaan voor heel Nederland, dat is het doel. Kijk, we hebben daar een locatie met 9 appartementen. Dus 9 appartementen, die moeten gewoon gevuld worden met die sporters. En die sporters moeten daar een leven krijgen zoals een topsporter altijd heeft. Dus waarom hun niet? Om het goed draaiende te houden wil de organisatie het centrum ook door mensen met een beperking laten runnen. Het is een onderdeel van een zorgsportcentrum. Rudy Verhagen hoopt en denkt dat het centrum in 2015 gerealiseerd kan worden. Kandidaten van de Venrijse afdeling van het CDA gingen zaterdag speeddaten met klanten van Kau Wellness. Iedereen was die middag welkom om aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart zijn auto gratis te laten wassen. Tijdens deze gratis wasbeurt nam een CDA-kandidaat bij de klanten in de auto plaats. Zij konden hun zorgen, wensen en tips aan de CDA-kandidaat overbrengen. Een jubileum voor TC Rode. Afgelopen zaterdag start het 5e open tennistoernooi, de Spinesport Rodeo Open van de tennisvereniging. Sinds de oprichting kent het toernooi een stijging van het aantal deelnemers. Dit jaar is het maximum bereikt met een inschrijving van 167 koppels met 275 deelnemers. Het toernooi is net voor de start van de jaarlijkse voorjaarscompetitie. De competitie begint op 5 april, dus dan willen mensen in vorm zijn en buiten al geoefend hebben. Dus daarom, dat is ook waarschijnlijk een van de redenen waarom er zoveel mensen met het toernooi meedoen. De organisatie organiseert wedstrijden in de categorieën 3 tot en met 8 voor senioren, maar ook voor de jeugd. De deelnemers komen niet alleen uit de omgeving van Venray. De mensen komen uit de regio, de driehoek Roermond, Eindhoven, Boxmeer, daar en alles wat er tussenin zit en enkeling uit Duitsland. Het tennistoernooi is tot en met zondag 23 maart. Dan worden de finales gespeeld. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er dan weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Morgenochtend zijn er zonnige perioden, maar er is ook wat bewolking. Het grootste deel van de dag is het droog. In de loop van de avond valt er tijdelijk wat regen. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.